maar dit hele levensverhaal, hè? Dit zijn de dames trouwens waar je de. Hij hoeft daar niet eens mee gekomen. Maar echt. Maar Wim, uiteindelijk begint het allemaal bij die ene interland. Die ene interland in 1976 met echt fantastische namen. Als je die namen, als je dat elftal ziet, wat daar toen speelde. Ja. Dat is Kruijf, dat is Van Hanegem, dat is Neeskens, dat is Jantje Peters, Geels, Ruud Krol staat ernaast. Ja, hoe was dat toen? Nou, toen ik in Joegoslavië kwam, was net na mijn eindexamen van de sportacademie. Ik moest navliegen, want ik zou eigenlijk eerder meegaan. Maar ik werd op het laatste moment door Knobel even op non-actief gezet. Ik moest even wachten tot er iemand geblesseerd of misschien een schorsing had. Dus ik ben met Kees Kist daarna gevlogen op vrijdag. Kees Kist van AZ? Van AZ toen. Zeker weten. Zijn club? Ja. En ook nog scoren hier, geloof ik. Een goede kans, werd er net ontnomen. Maar toen ik daar aankwam, nou, het was een vakantieoord. Iedereen zat aan het zwembad, in de zon. Nou ja, dat was voor voetballers eigenlijk onbegrijpelijk. Dat mocht nooit. Ja, maar wedstrijd om de derde plaats ging helemaal nergens meer over. Ja, er geen zin meer in. Dat was het eigenlijk een beetje. Een aantal wel, want die waren zo teleurgesteld. Want ze hadden toch wel verwacht dat ze die wedstrijd van Tsjechië zouden winnen. En dat ging dus niet. Maar er waren toch een aantal jonge spelers erbij. En die zeiden van ja, we willen toch, als we toch moeten spelen, dan mag gelijk voluit en goed. Maar als je nou terugkijkt, hè, op die tijd, dat je hebt een rijke voetbalcarrière, je gaat onder Ajax gespeeld, Sparta gespeeld. Is dit dan echt het hoogtepunt, dat je 1 keer oranje shirt hebt mogen dragen met die mannen? Ja, toch. Ja, ja, hè? Nou, deze foto die is voor mij eigenlijk het mooiste wat er is. Maar waar al de grootheden uit de jaren 70, daar sta ik gewoon tussen.